Het is grote finale, Slag om Moersdrecht. Ik denk dat het een monstersprint wordt. Het is wel spannend, Het is op de tanden bij, daar komt Martin Pluto. Pluto of Martijn Budding. Veel Veenendaal is eraan voor de moeite. Het wordt Budding. Pluting of Martijn Budding? Martijn Budding. En het is Martijn Budding. En dat is volgens mij de allereerste overwinning voor de Tour de Titema Unibet. Winnaar van deze wedstrijd wordt Martijn Budding. Ja! 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 Lekker! Martijn Budding, doe! Wat een kerel, hè! Yes! Oh. Lekker zeg, hé! Ja, ja. Martijn Budding wint de eerste editie van de Fokker Slag om Fokker. Oh, ja. Top, die is binnen. Hey. Gefeliciteerd, jongen. Big job. Fucking hell. Huh? I park so hard. Yes! Blijven gaan, hè? Wat een fijn, jongen. Dankjewel, Ben. Ik was al trots op hem dat jij, wij zeiden al, hè, dat jij terug van de peloton, dat was al iets. Maar die rust wat jij bewaart en dan kwam hij terug en toen zeiden we, nou gaat die adrenaline. Tjonge man. Oh. Helemaal, we hebben er vandaag, jongens hebben zichzelf echt helemaal opgeofferd voor mij vandaag. En toen, net voor de eerste zijstrook, de laatste ronde, moest ik eraf. Dus ik had kramp. Ik zat tussen de laatste wagens. Nou, toen proberen rustig te blijven en dan toch weer terugkomen. Toen kwam ik op de zijstrook terug en meteen naar voren gebracht door de jongens. You were there with Martijn in position 5 or 6. It was perfect. Oh. What a man. I saw you rode on. On the cobblestones. Until the. Yeah, in the I was full gas on the cobbles. Because Koen was in the back, I thought, fuck, we kill him. We go full, because if it's hurting us, then it's hurting Koen more. So. Oh, you did a great effort. Bas, goed voor de regen, man. Als proef, hè? Ja. De kastenprijs met Menno Huizing van Jumbo-Visma. Max Kroonen blijft de lijn. Volgens de Max van Velden, de beste clubrenner. De coureur uit de Maatse van Dutch Voetbal. Van tegen, hè? Ja. Duurt lang in die laatste 100 meter. Vooral dat laatste stukje dat hij eruit uitloopt, weet je, dat is toch wel lang. Ja. En daar kwam hij ook overheen, of niet? Echt op het laatste stukje. Ja, de laatste 80 meter of zo, denk ik. Ja. Terecht, Martijn Budding! De man van Tour de Titema Unibet, hoofdkans trainer van het podium, krijgt daar ook de zoenen en de bijbehorende bloemen als de winnaar. De top 3 met Gilles de Eigeren, Martens van Moersdrecht, Martijn Budding. Van Tour de Titema Unibet, hoofdkans trainer van het podium, uit de handen van voormalig tourwinnaar Jan Jansen. Hey. Het is een hele mooie dag vandaag. Ja, dit is de mooie dag vandaag. Ja, vandaag. Kijk, daar staat hij, met Jan Jansen. Voormalig tourwinnaar Jan Jansen. Zegt ook iets, hè? Zegt ook iets. Jan Jansen, tourwinnaar. En nu Martijn Budding. Wij met de ploeg willen naar de Tour. Slag om Moersdrecht hebben wij nooit verloren. Martijn Budding! De volgende popcompetitie. Je hebt ze weer binnen. Mooi zeg. Op de dopingtest wachten van Martijn Budding. Ja. Duurt lang. Tevreden? Ja, we hebben goed als team gereden. Plan goed uitgevoerd. I want to thank all the teammates. Harry! En de sports director, because you did a fantastic job, hè, you know. Huh? But now on to more. Next week, ronde van Over naar Rijssel. Another chance to win victory. Ja, dat was wel weer, hè. Dank man, hè. Met de pissen of? En bloed. Ja, jongens, het begon in de camper. Om het draait, dit is geen gewone koers, dit is een hele bijzondere koers. De eerste slag op Moersdrecht. Je rijdt maar een paar koers per jaar, hè. Wat noem ik, 50. Dus staan er 310 dagen per jaar zijn het teken om koers te kunnen rijden. En dan hebben we al een best, echt nog een kort, maar een turbulent seizoen achter de rug. Maar werk was naar de kantelpunt toe.
En heeft dit team bereikt. En we weten ook allemaal waar we naartoe willen. En daar zijn we nog echt reuze stappen voor nodig. Maar vandaag hebben we er eentje gezet. Mag ik nou Abraham bedanken en Harry dat die jou zagen? Dat was het enige puntje, want niemand wist wat jij had. Ja, de jongens die tegen mij zijn, achteraan, die zeiden: ah ja, jouw ploegmaat. Oh, ik was jou naar voren aan het brengen. Ja, jouw ploegmaat heeft platte band. Dat was oké. Moeten we nu wachten? Moeten we nu vooraan zorgen dat we het blok erop kunnen zetten? Nee, ja, het schoot er zo hard in, joh. En ik kon even niks meer. En op een gegeven moment kwam er op me langs me en hij zegt: wat ga je doen? Ik zeg: nou, probeer terug te komen. Toen rustig tussen de auto's teruggekomen. Toen net voor de zijstrook aangesloten, even rust en dan naar voren. Plotseling was de benen op je losgeschutteld, ik was er. Een bidonnetje gekregen van Harry. Gewoon alleen maar drinken. En dat was net genoeg. En toen met de finish, ja. Mooi dat je me nog naar voren loodste. Ik had al alles zien aankomen dat ze van buiten langs gingen komen. Dus ik probeerde gewoon in te pikken. En toen de laatste 80 kilometer zag ik, of de laatste 80 meter, toen zag ik al wel van, oh, ik ga er wel overkomen. Even wachten, even wachten. En dan ging die in. Ja. Sorry man. Lekker man. Ja, jongens, als ik u onderweg bij een McDonald's betrap, doe het natuurlijk allemaal zelf weten. Een flurry. Jongens, bedankt hè. Prachtige dag.